is Stijn Bel. Hij is ballenjongen van AZ en sinds afgelopen weekend heeft hij een bijzondere band met Depni Dos Santos. Voordat de wedstrijd begint, voordat we naar binnen gaan, ja, schieten we meestal op doel. En ja, ik schoot mijn laatste bal, dacht ik van ik schiet hem gewoon even met mijn wreef. Maar die kwam plotseling tegen de paal en die kwam voor in ballenjongens gezicht. Toen kwam hij naar mij toe en vertelde hij mij dat ik na de wedstrijd moest wachten op de plek waar ik stond. En dat hij een shirtje zou brengen. Ja, ik denk dat hij wel aardig veel pijn had. Maar ik vond dat hij nog wel best wel stabiel bleef. En daar, Dos Santos, moet een goal zijn dit. En dat is er ook eentje. Die wedstrijd, die begint. En Depni Dos Santos scoort. En dan? Dan komt hij op me aflopen en hij wijst eerst naar mij. En dan pakt hij me zeg maar, een beetje bij mijn nek. En ik geef hem ook zomaar een knuffel. En dan geeft hij een kus in mijn nek. Ja. En wat dacht je toen? Ja, ik vond het allemaal gek. Maar ik vond het wel vet, maar ik wist ook niet echt wat ik moest doen. Eerst dacht ik gewoon ja, voor de supporters eigenlijk gaan. Maar toen zag ik hem weer staan, dus toen ging ik gewoon naar hem toe. En ja, ik gaf gewoon een kus op zijn wang. Ja, ik vond het wel zo netjes. Dat maak je niet zomaar mee, dat ineens een speler van de club ineens naar je toe komt bij een goal. En dat hij dan ook nog een kus in je nek geeft. Van gebaar, van sorry. Nou, wat raar. Eigenlijk wel heel aardig van hem en attent. Ja, ik vond het ook. Ik had ook niet echt verwacht dat hij er meer aan zou denken. Omdat de wedstrijd is begonnen en dan is hij gefocust op de wedstrijd. Maar dat hij nog wel naar me toe kwam. Dankjewel. Nou, met mijn neus gaat trouwens ja? Alweer. Ja, hij was licht gekneusd. En ik was naar de dokter gegaan. Maar het gaat wel goed weer. Goal maandag kwam wel iedereen naar me toe. Van, gaat het met je neus en heb je je shirtje gekregen? Ik was op school wel ineens heel erg geliefd. Met de neus van Stijn gaat het inmiddels weer wat beter. En dat geldt ook voor het spel van Dos Santos. De linksbuiten speelt weer regelmatig en is belangrijk. Het geeft je sowieso veel vertrouwen weer. Ja, mijn vertrouwen was een beetje weg, waardoor ik ja, eigenlijk niet echt goed speelde en niet in mijn vel kwam. Maar ja, ik zie wel dat het nu zeg maar, ja, dat ik wel iets terugkrijg van vorig seizoen. En ik hoop dat het zeker terug gaat komen. Nou, waar zien we dat bij jou aan als je op het veld staat, dat je weer meer zelfvertrouwen hebt? Ja, gewoon plezier, acties maken, dat ik het weer durf, zeg maar. Zo zie je dat ik dan direct weer... kan scoren en gewoon, ook gewoon goed kan voetballen. Ja, dat ga ik zeker vaker laten zien. Het komt dus goed, al was dat gevoel er een tijdje geleden niet. Dos Santos was niet in vorm en had weinig zelfvertrouwen. In het veld zie je ook dat het gewoon echt veel minder gaat. En ik weet niet, dan gaat er gewoon iets mis in mijn hoofd. En dan gebeurt er gewoon niks eigenlijk. Neem ons eens mee in jouw hoofd. Wat denk je dan? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Gewoon dat de dingen gewoon fout gaan. Dat niks wil lukken, zeg maar. En dat ik eindstand gewoon niks laat zien. Wat ik eigenlijk wel kan, op zich. Ik kan het zeker, dat wel. Maar op dat moment gaat het gewoon fout, denk ik. Dat is mijn kamertje gewoon even dicht. Lijkt me wel heel frustrerend als je weet dat je het kan en je hebt het al laten zien en dat het dan niet lukt. Ja, klopt. Lijkt alsof het dan gewoon even op slot, zeg maar. Dos Santos, daar komt de 1-0 aan. De bal is wel erg hard voor hem uitgespeeld. Hij krijgt een herkansing, kan geen buitenspel staan. Is dit Hens ook niet? Nog een keer, nu dan. Drie keer is scheepsrecht. AZ op 1-0, de 20e minuut. En vraag niet hoe, maar Dos Santos heeft die bal uiteindelijk in het Excelsior-doel gekregen. Ik wil gewoon iedereen vermaken met mijn spel, wat ik kan. Ik wil gewoon, gewoon iedereen gewoon de buitenwereld laten zien dat ik gewoon echt goed ben. Hij is snel. En daardoor loopt hij best wel langs iedereen. En ik hoop wel dat hij veel meer gaat scoren nog dit seizoen. Moet jij eigenlijk vaak op die plek staan, want dat brengt geluk. Ja, dat heb ik ook van heel veel mensen gehoord al.